Onderwijsminister Marie Levens zegt dat zij de verkeerde woorden heeft gekozen bij een uitspraak tijdens de regeringspersconferentie van 13 augustus. De bewindsvrouw zegt dat de gemeenschap gelijk heeft als die haar daarom kwalijk neemt. We hebben gelijk. Ja, dat gebruik je niet. Ik had natuurlijk iets anders bedoeld. Maar wat ik gezegd heb is van wie naar het beroepsonderwijs gaat is niet dom. Dus ik heb geen domme kinderen voor je, omdat ze niet bestaan. Dus er is een stigma in die samenleving die zegt dat als je naar het beroepsonderwijs gaat, dat je niet knap bent. En ik wil daar vanaf. Maar ik doe soms te veel mijn best om dat te benadrukken. Dus wanneer ik zeg dat beroepsonderwijs is niet voor domme kinderen, dan bedoel ik niet dat er ook dat er domme kinderen bestaan. Maar ik moet het me anders uitdrukken. Dus het was geen goede uitdrukking. Maar waar we vanaf moeten is, er zijn geen domme kinderen. Alle kinderen hebben een bepaald talent en daarmee moet je werken. Levens is zich ervan bewust dat sommige kinderen heel goed zijn in bepaalde vakken, maar toch een verkeerde richting kiezen. De bewindsvrouw benadrukt dat Surinamers moeten afstappen van het idee dat kinderen die kiezen voor het beroepsonderwijs minder goed ontwikkeld zijn. We moeten er vanaf dat wie naar het beroepsonderwijs gaat minder goed ontwikkeld is. En wat we nu doen is, we hebben twee hoofdwegen en dat blijf ik benadrukken, die bestonden al lang. Die heb ik niet uitgevonden, dat heb ik niet bedacht. Die twee hoofdwegen bestonden al lang, maar er waren wel te veel drempels. Dus als je bijvoorbeeld op lager beroepsonderwijs zat, dan duurde het, was het moeilijk om door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs. En dat stuk moet je goed bestuderen. Waarom is het zo moeilijk om van het lager beroepsonderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs te gaan? Levens zegt dat de drempels binnen het Surinaamse onderwijs weggewerkt moeten worden. Zij concludeert dat het oud onderwijssysteem het moeilijk maakte voor kinderen om door te stromen.